Welkom terug op mijn survival island. We staan hier op de boot die wij in de vorige video hebben ontdekt. Oh, wat is het spannend! In de vorige video hebben we deze hele boot waar we nu op staan helemaal geloot. Oh, behalve deze kist zo te zien. Ik was nog één kistje vergeten. En hebben wij ook de pillagers die op deze boot zaten, hebben wij uitgeschakeld. Oh nee, oh nee, oh dat meen je. Dat meen je. Kom hier. Hier, kom hier. Kom hier, jongens. We moeten vechten. We moeten vechten voor ons leven, voor deze boot. Wat hebben we hier voor loot? Oh, we hebben hier een iron generator. Oké. Okay. Iron nuggets, dat is goed. We hebben wat cobblestone, wat ijzer, wat hout en een iron dagger. Het was een succesvolle ontdekking, maar ik denk dat we de boot helemaal achter ons kunnen laten. En dat het tijd is om naar dat eiland te gaan waar er iets al staat over een moeilijkheidsgraad, namelijk de Ancient Cave. Oeh, dat is wel heel spannend. We gaan naar een eeuwenoude grot gaan we, jongens. Ik ben zo benieuwd wat we in die eeuwenoude grot gaan vinden. En ik denk dat ik wel wat eten mee moet nemen en een beetje goede wapens. Want ik heb zomaar het gevoel dat het gevaarlijk kan worden. Dus laten wij mijn armor even aantrekken. Zo, dan nemen we een goed... We hebben dit zwaardje, die nemen we mee. Dan heb ik hier toevallig nog wat visjes, die kunnen we meenemen. En dan gaan we met deze slabs die ik hier heb... Gaan we de brug afmaken? Ik weet niet of dit zo'n verstandig idee is om gelijk zo vroeg in de video te doen. Maar we gaan het gewoon doen. Wie houdt ons tegen? Wie gaat me stoppen? Jij misschien, dolfijn? Nee, natuurlijk ga je me niet stoppen. Je kan alleen maar onder water spetteren. Nou, we zijn aan het bouwen, hoor. Het avontuur is begonnen. Oh, waarschijnlijk heb ik niet genoeg hout bij me. Nee, dat meen je. Ga ik dit redden? Ik heb 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nee, ik red het net niet. Oh mijn god, ik moet hout bijhalen. Risico van het vakken. Hout. We hebben nog genoeg hout natuurlijk. Niks aan de hand. Hoppakee. Zo. Kijk, nu hebben we ook gelijk een mooie splitsing die gewoon allebei de kant op loopt. Dat is leuk. En dan kunnen we hem uiteindelijk door laten lopen naar dat eiland. Zodra de border groot genoeg is om naar dat eiland te gaan. Want je hoort het goed, jongens. Elke keer als wij een missie halen, wordt de border weer een stukje groter. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we elk eiland bezoeken in deze prachtige wereld hier. Oké. We zijn aangekomen bij het eiland. Ik ga... Hey! Oh, we hebben de uitdaging Plains Island hebben we behaald. Oké, dat is weer een nieuwe uitdaging behaald, jongens. Voor als je afvraagt waarom ik trouwens niet gewoon zwem. Als je deze serie niet goed kent, elke keer als ik in het water kom, is het giftig. En ik kan gewoon niet zwemmen in het water, het is giftig. Hallo kippetje, hallo schaapjes, hallo koekjes, weet ik wat allemaal. Wat is dit, waar ben ik beland? Ik zie hier barrels, laten we het even looten. Pijlen, oké, prima. Pijlen zijn van harte welkom. En hier een boog, een coal generator. Oké. Dan hier hebben we een soort tentje met bedden. Ik denk dat... Het ziet er ook wel uit als een eiland waar ik potentieel kan wonen misschien. Het heeft namelijk veel meer vruchtbare grond om me heen dan zeg maar mijn eilandje daar. Alleen ja, mijn huisje die daar heb ik wel nog steeds. Dat is mijn huisje, weet je. Die hoort daar gewoon. Het begint nacht te worden, dus laten we maar... Oh mijn god, ik weet niet of dit zo verstandig is. Ik ga mijn bed ga hier neerzetten. Dat stel ik ga dood. Ik ga hier even slapen, jongens. Even mijn respawn point zetten op zijn minst. Dus wachten we heel even tot het nacht is. Oh, er is hier ook een villager. Oh, dit eiland is... Dit is het eiland, jongens. Dit is het eiland. Hier moet ik eigenlijk naartoe verhuizen. Alleen, ik weet niet hoe deze dungeon... Dit is een dungeon. Dit is een cave. Laten we even slapen. Zo vol om over na te denken. Nou, jongens, daar gaan we dan maar. Weet je wat ik ga doen? Ik ga ook naar beneden hakken in plaats van dat ik gewoon zomaar naar beneden spring. Ik ben wel even benieuwd wat hier te vinden is. Oh, oké. Zombies, skeletons, creepers. Auw. Kisten. Oh, oké. Ik kan hem nog niet helemaal bekijken, jongens. Vanwege de border die nog niet groot genoeg is. Oké, laten we mijn pijl en boog gebruiken. Die hebben we niet voor niks. Ik denk creepers. Oh, er is een spawner daaronder. Ik moet die spawner zien te slopen. Ik denk als ik die skeletons gewoon even van een afstandje pak, dat ik me dan al heel wat veiliger voel. En hetzelfde geldt voor de creepers. De skeletons en de creepers even van een afstandje pakken. Die zombies, die lukken me wel, weet je. Die kan ik wel gewoon normaal pakken. Oh, die skeletons moet echt dood. Ja, oké, die skeleton heeft ruzie. Komt-ie. Ga snel de spanner uitschakelen hier. Spanner uitschakelen, ja, oké. Spanner is uitgeschakeld. Omhoog klimmen. Oké. Klimmen nog een keer. Oké, nu zitten we hier eventjes. Oké, die skeleton daar weer pakken. Hetzelfde voor de creeper hier. Oké, goed, niks aan de hand. Skeleton uitgeschakeld. Zombie hier, die kunnen we gewoon pakken met mijn zwaard. Oké, dus ergens is nog een spanner. Dus ergens is nog... Oh, god, wie is dit? Wat is dit? Zombie miner? Is dit een soort basis? Oké, ik weet dat het een zombie villager is, jongens. Maar die gaan we gewoon doden. We hebben er nu... In deze serie hebben we daar niks aan. Oké, prima. We moeten even de spanners zien te slopen. En die skeletons... Die moeten ook dood. Hé, ik sloeg een vleermuis dood. Hé, joh! Zombie! Help me even. Ja, help me even, zombie. Pak hem. Pak die skeleton. Oh mijn god, de spin. Oh mijn god. Oh. Oké. Hé! Groene monstertjes. Ik heb een nieuwe missie behaald, jongens. We hebben een nieuwe missie behaald. Oké, mijn pijlen zijn op, dus we moeten nu wel gewoon attacken of aanvallen zoals dit. Kom op. Die skeletons. Oké.
Waar zijn die laatste spanners? Er is sowieso ergens nog een spanner gaande. Ik had licht mee moeten nemen. Ik ga deze even pakken. Oké, we hebben nu licht bij ons. Jongens, we hebben licht in onze handen. Laten we even kijken of we alle spanners kunnen vinden. Kijk, hier is nog een zombie spanner. Die vind ik niet zo erg, want die kan ik wel telkens pakken. Al moet ik zeggen, ik heb de missie wel al behaald. Dus laten we hem wel slopen. Zo. Dan is het tijd om kisten te looten. We hebben cobwebs. Dat kunnen we voor details gebruiken, denk ik. Dan hebben we een koper generator, een nieuwe. Wat ijzerblokken. Ja, cobwebs neem ik al mee. Een diamond. Een nieuw steel zwaard. Oh, met een enchantment. Sharpness, smite, unbreaking. Oké, dat is goed. Dit is een goed zwaard, jongens. Hier ben ik heel blij mee. Nog die onderste even pakken hier. Deze nog even pakken. Het zijn heel veel lege kisten. Zo te zien kunnen we nog steeds niet de hele dungeon bekijken. Maar dat maakt niet uit. Ik ben in ieder geval blij dat we deze grot gewoon, ja, de zombies eruit vermoord hebben. Hier ook nog kisten. Goud, koper en ijzer. Nog meer cobwebs. Ik ga even wat spulletjes dumpen hier trouwens zo. Nog meer goud, koper en ijzer. Ook leuk. En hier nog meer cobwebs. Oké. Hebben we hem dan helemaal, de dungeon? Of de grot? Wat is het? 100% is daar nog meer daarboven. Maar daar kan ik gewoon nog niet heen. Kijk, af en toe spannen er nog zombies. Dat is niet erg. Zombies kan ik wel blijven vermoorden. Zombie miner. Komt niet eens bij me in de buurt. Oké. Dan denk ik dat we voor nu alweer even weg kunnen uit deze grot. Want ik denk dat we er nu niet meer... Oh, ik zie daarboven diamonds, jongens. Oh, wat ben ik blij dat ik dat zie. Oké, laten we even al dat cobblestone pakken die ik hier gevonden had. Kunnen we even omhoog bouwen. Kijk dan. Ik zie het ook gewoon twee zijn het er. Oh, die proberen ze gewoon voor mij te verstoppen, deze diamonds. Ik zie het wel weer. Ik zie wel weer hoe het zit. Een diamond hier en een diamond daar. Hoppakee. Zijn er dan niet stiekem nog meer diamonds verstopt? Ik wil wel alle diamonds hebben, hè, die ik kan vinden. Volgens mij niet. Volgens mij heb ik alle diamonds wel gevonden. Oh, hier zijn nog kisten trouwens. Hey, diamond. Hé, hey, er zijn gewoon nog geen smelters hier. Die nemen we mee. Die gaan we zeker ook meenemen. En hier nog een... Oh mijn god, we hebben zoveel diamonds nu. Het is een wereld waar je bijna niet kan minen, hè, jongens. Dus elke diamond die je vindt, moet je gewoon waarderen. Kijk, hier kan ik dus nog niet heen allemaal. Hier moeten we later nog een keertje naartoe. Oké. Het is tijd om weer omhoog te gaan. Tijd om deze grot te verlaten voor nu. En dan komen we later terug wanneer we meer kunnen bekijken. Kijk, daar zijn ook nog barrels. Daar komen we later voor terug. We gaan nu omhoog bouwen. Hoppakee. Nou, ik weet het niet, jongens. Zou ik naar dit eiland verhuizen? Het is wel een goeie om hier naartoe te verhuizen, weet je. Ja, hier zit trouwens ook nog barrels. Zitten daar dingen in? Nee, die zijn leeg. Dat zijn de detail barrels. Het ding is, we kunnen die grot wel mooi gebruiken als huis. Maar daarentegen heb ik daar al een leuk huisje al staan. Alleen ja, ik weet het niet. Het is wel in het midden dat. Dat is wel leuk, weet je. Dat huisje daar is in het midden op zijn minst. Maar goed, laten we nu even naar huis gaan. En dan zie ik dat we dat eiland ook kunnen bezoeken. En dat eiland ook al bijna. Die voor de helft waarschijnlijk. Maar goed, dat is iets voor de volgende afleveringen. Want ik wil ook nog een beetje progressie maken aan mijn huisje hier. Laten we in de tussentijd weer even wat emeralds claimen hier beneden. Die gekweekt zijn door mijn emerald generator. Ik spaar emeralds natuurlijk voor een nieuwe potion of water breeding. Want als we die hebben, jongens, zo'n potion of water breeding. Dan kunnen we onder water ademen. En dan kunnen we daadwerkelijk onder water zwemmen zonder dat we doodgaan. Oké, nieuwe koper generator. Die zet ik wel bij mijn redstone generator ernaast. En deze snap ik niet helemaal, de coal generator. Kijk, als ik die hier plaats, doet hij het niet. Zie je? Die werkt niet. Goed, we hebben wel al 6 diamonds. Dat is wel echt heel goed, 6 diamonds. Maar wat ik voor nu eventjes wil doen, is hier een trap naar beneden maken en dan een kelder maken. Zodat we even onze kisten naar beneden kunnen verhuizen. Het is zo'n rommeltje hier. En ik denk dat dat wel echt met ook hout moet. Want we hebben niet echt ander hout op het moment. Dus terwijl ik ga beginnen aan mijn prachtige keldertje, wil ik weer heel even wat bomen laten groeien hierachter. En laten we hier dan ook maar gewoon hier eentje groeien. En dan doen we er gelijk hier ook eentje. Hoppakee. Terwijl die bomen groeien, kunnen we die mooi omhakken en gelijk nieuwe saplings plaatsen, zodat we nieuw hout hebben. Het ding is wel, daar heb ik wel dark oak hout gezien. Of is dat spruce? En de saplings ervan is niet spruce. Dus we houden het wel gewoon even bij oak hout. Dat vind ik helemaal prima. Lekker simpel, lekker basic. Precies wat we nodig hebben. Dan maken we een trappetje nogmaals. Het hout matcht er niet bij met de vloer. Ik weet het. Maar het is even niet anders. Het is gewoon waar we het mee moeten doen. Oké, dan komen we nu in die grot hier beneden. Dit is wel op zich wat chill. Dan kunnen we van deze grot die we hier onder mijn huis hebben, kunnen wij gewoon een kelder maken. Hebben we gewoon daar onze spullen liggen. Dat is enigszins wel een voordeel. Kijk, hier, dit kunnen we ook allemaal slopen zo. Oké, daar zijn we dan in de kelder. Dan moet ik wel het water weghalen, want er is... Oh, mijn pickaxe is stuk. Maar we gaan er gelijk een diamond pickaxe van maken. Ik ga gelijk die diamonds die ik heb goed benutten. Als er iets is wat je vaak gebruikt, is het dan pickaxe. Dus kunnen we beter gewoon een diamond pickaxe maken. Kijk, zo. Maar dan moeten we wel het water weghalen, want als er iets gevaarlijk is in deze Minecraft Survival serie van mij, is het wel het water. Het water vermoordt me letterlijk, als ik even niet oplet. Dus, dan dit hier mag dicht, zodat dat in ieder geval die stroming daar verdwijnt. En dan moet dit water hier eigenlijk ook een keer even oplossen. Maar het is wel mooi. Het is wel mooi om dat water ook een beetje te houden. Dat is dus het ding.
Misschien kan ik er wel omheen werken, leuk, weet je? Dus ik kan gewoon mooi omheen werken. Zo, en dan nu dus zeg maar hierheen een trappetje weer maken. Even kijken. Het wordt nog allemaal mooier hoor, jongens. Ik moet eerst even de trap maken, zodat ik gewoon heen en weer kan lopen wanneer ik wil. En ik weet dat ik ook via buitenom kan, maar ik denk dat ik dat dan dicht wil maken. Zodat je zeg maar boven gewoon meer ruimte hebt om te lopen. En hier beneden gewoon ook alle ruimte hebt om ook te lopen. Zo, dit ziet er goed uit. Dan nu hier wil ik een paaltje hebben. Oké, dan ga ik heel even in het water springen. Au, 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 au. Oké, we zijn het water uit. Niks aan de hand. Dan ga ik hier gelijk alles even een beetje plat hakken. Zo, dit mag weg. Hier zo. Kijk, want we hebben hier ook een villager beneden zitten, hè, jongens. Is er al een boompje gegroeid in de tussentijd die ik kan hakken? Want ik heb wat hout nodig weer. Oh, een grote boom zelfs. We worden niet teleurgesteld hier op dit eiland. Wij worden zeker niet teleurgesteld. Zo te zien zijn bijna alle bomen zelfs gegroeid. Kijk, dan kunnen we gelijk hier even zo naar beneden. Langs het water. Hier niet door het water. Even deze paal hier afmaken. Die moet helemaal naar boven tot daar. Carven we die netjes. Hoppakee, dat ziet er goed uit. Dan hier ook een paaltje zo. Laten we ook helemaal tot boven lopen. En dan hier aan de andere kant hetzelfde verhaal. Even kijken, hier over de steentjes lopen vanaf... Waar? Ik denk vanaf die toch? Ja, vanaf hier. Zo ook een paal naar beneden. In het water. En dan hier komen hekjes op, denk ik. Zeg ik, we hebben letterlijk eigenlijk alleen een beetje ookhout om mee te klooien als het om hout gaat. Dus daar moeten we het maar mee doen. Maar in principe is dat helemaal niet erg. Nou, ik heb het sandstone hier even, want die wil ik gebruiken om het een beetje dicht te bouwen. Oppassen dat ik niet in één keer bij water terechtkom en mezelf vermoord hier. Dat zou ook niet heel chill zijn. Kijk, gebruik ik het sandstone om het gewoon netjes even kijken, zo. Ah, nee, ik heb deze paal hier verkeerd gedaan. Deze paal hier hoort je niet, jongens. Hij hoort hier. Zo, kijk, nu sluit hij mooi aan met die paal hier beneden. Kunnen we dit gewoon dichtbouwen met sandstone, zoals dit? Dus dan blokkeren we het een beetje, waardoor het er niet lelijk uitziet. Kijk, dat is goed. Dan hier gooien wij ook een sandstone nog. En dan hier nog één ster tegenaan. Sandstone, sandstone. En hier doen wij in principe ook nog een ster. Oké, dat ziet er al, dat ziet er al goed uit. We hebben nu al gewoon een mooie route naar de kelder hier. Dan moet ik even wat vensters bouwen. Bop, hoppakee. Dan komen hier komen vensters. Hier en hier. En dan hierop. Een... Ook zo, denk ik. Zo, dit ziet er wel leuk uit. Nou, en dan deze hier weg. Hoppakee. Ik denk dat wij nu gewoon, al zeg ik het zelf, een leuk trappetje naar beneden hebben, naar de kelder. En als ik hier dan ook gewoon eventjes nog wat extra vensters bouw, of craft, kan ik hier beneden gelijk mijn kisten plaatsen. Even kijken. Dat gaan we dan heel simpel doen door hier ook nog zo... een slab, die weghalen. Zo, zo, die. En dan die te doen. Dan kunnen we hier namelijk, kunnen we nog even wat vensters zo plaatsen. Hoppakee. Dat we in ieder geval niet bijna doodgaan door in het water te vallen. En dan kunnen we hier mijn kisten doen. Kan ik hier gewoon letterlijk al mijn kisten plaatsen. Zo simpel is het. Oh, water. Ah, water. Oh, water. Oh, mijn god. Niet leuk. Waar kwam dat water vandaan? Volgens mij daar, hè? Nee. Hè? Daar? Waar kwam het water vandaan? Ik weet niet eens waar het vandaan kwam. Oké, dan kan het nog wel eentje verder naar achter. Dan kunnen we het namelijk ook een beetje mooi inbouwen met steen. Heb ik toevallig nog een lantern bij? Nee, is boven. Moet wel even belicht worden hier beneden namelijk. Het is pikdonker. Zo, oké. Dit ziet er goed uit. Dan nu hebben wij heel wat kisten nodig. Dus ik hoop dat we nog genoeg hout hebben om kisten te maken. Ik heb barrels ook, zo te zien. En ik heb een furnace hier, dat is ook goed. Maar ik zoek eigenlijk hout voor kisten. Oké, laten we dan maar het hout gebruiken wat ik in mijn inventory heb allemaal. Daar kan ik mee maken. 3 kisten. Nu, hoe ik het wil hebben is... barrel. Oh, dit kan perfect uitkomen, jongens. Dit kan perfect uitkomen. Dit kan zeker perfect uitkomen. Laat ik vast even wat spulletjes naar beneden verhuizen, zodat mijn inventory een beetje leeg blijft. Hier doen we alle ores. Die verplaatsen we dus ook gelijk naar beneden. Allemaal in deze kist. Helemaal dikke prima. Hier al mijn steensoorten. Dan hier de furnaces. Hoppakee. 2 normale ook daarboven. Verspreiden we het kool even over die furnaces. Hoppakee. Hier wat kool, hier wat kool, hier wat kool. Dan heb ik lanterns bij me. Dan kan ik die eindelijk plaatsen. Ik zou zeggen, laat hier wat licht en even hier wat licht. Zodat we gewoon wat licht hier beneden hebben. Zijn er in de tussentijd al boompjes gegroeid die ik kan omhakken? Hallo, boompies? Ja, weer een grote boom zelfs. Lekker. Daar ben ik blij mee. Kunnen we hier weer allemaal mooie kisten van maken, jongens. Even kijken, hoeveel kisten kunnen we hier van maken? Oh, toch al 6. En hier staan er ook nog 3, dus dat is 9 in totaal. Oké, dat is aardig positief. Dan kunnen we hier weer kisten plaatsen. Zo, hoppakee, hierboven weer eentje. Dan doen we hier boven mijn steen. Doen we al mijn houtblokjes of alles wat met hout te maken heeft. Dan nog even al mijn tools naar beneden brengen natuurlijk. Die komen hier allemaal in. En dan tot slot deze kist met gewoon rommel. Mijn crafting table en mijn bedje houden we wel boven. Enig is, ik wil wel uiteindelijk een ander kleurbedje hebben. Maar dat is voor nu niet belangrijk. Maar wat... een rust dat die kisten hier weg zijn. Dat ik nu gewoon naar beneden kan lopen hier.
En dat mijn kisten hier staan, dat is zoveel fijner. Mijn belletje, die hangen wel leuk hier in het midden. Gewoon random op, dan kunnen we aan het belletje klikken. En ik wilde eigenlijk deze aflevering ook nog die bruggen even wat breder maken. Zo, maar ik denk dat ik dat niet ga redden, omdat ik gewoon dan nog meer bomen moet hebben. Die bomen groeien op het moment niet snel genoeg. Het heeft ook niet extreme prioriteit om die bruggen nou een stukje groter te hebben. Het is niet alsof het nou extreem belangrijk is of zo. Zo! Nou, dan hebben we voor nu even mijn kisten een beetje gesorteerd. We hebben het een klein beetje op orde. Ik denk dat ik jou en jou eventjes om wil ruilen. Gewoon voor de leuk. Dat het er even iets leuker uitziet. Zo en zo, hoppakee. Dit is toch leuk, jongens. Daarboven komen ook nog kisten. Dan heb ik hier nog een beetje sandstone. Zo, dat ik wil gaan gebruiken om het wat mooi. Nou, trouwens, hier moet gewoon dit soort sandstone komen. Ah, we gaan toch heel even een beetje decoreren. Zo. Dit ook nog hier een beetje. Dit ziet er ook namelijk niet uit. Zo en hoppakee. En dan die hier nog. Hier bijvoorbeeld nog een steentje zoals die hier. Zoals die ook nog. Dan daar nog een... dit weet ik voor wat. Oh nee, dat ziet er niet uit. Ster hier nog. En dan hoppakee, hier nog een ster. Hier nog eentje. En dan daar nog een prachtig steentje zoals dat. Een beetje. Gewoon random decoratie toevoegen, jongens. Waarom niet? Ziet het er gelijk ook nog een beetje mooier uit. Nou, ik ben helemaal tevreden met de kistenkamer zoals dit. Kijk, hier hoeven niet eens te komen. We hoeven letterlijk alleen dit gedeelte te komen. Ze hebben het gelijk een beetje efficiënt gedaan. Hier gooi je weer... Oh, ja, wil ik in het water gooien? Hier, sterf in het water. Dag, paddenstoeltje! Nou, dan hebben we hier een mega mooie kist. Nou, mega mooi. Een mega efficiënte kistenkamer gemaakt vergeleken met degene die we hadden. Dit is wel nog een beetje irritant dat die spanner daar zo helemaal staat. Dat is... Ik had hem eigenlijk dichterbij gewild. Wij hebben in totaal nu ook alweer 8 emeralds. Dus dan hebben we er nog volgens mij 7 nodig. En dan hebben we weer 15. En dan kunnen we weer voor 3 minuten onder water zwemmen. En kunnen we weer kijken wat we allemaal kunnen doen voor missies. Want zoals jullie kunnen zien zijn er nog aardig wat missies die ik moet halen. Er zijn ook een paar nieuwe bijgekomen. Ik moet ook nog 15 skeletons vermoorden. Ik moet nog 15 creepers vermoorden. Betreed de eeuwenoude grot. Dat heb ik gedaan. Ik heb de eeuwenoude grot betreden. Misschien kan ik het pas helemaal betreden als de hele border ervan uitgebreid. Dus dan moeten we nog een paar missies daarvoor halen. Het Tiger Island moet ik ook nog bezoeken. Dat is ook een missie. Maar dat is heel simpel, jongens. Dat is iets wat we gelijk als eerste volgende aflevering gaan doen. Dat is volgens mij dat eiland daar. Volgens mij met die bestjes zo. En volgens mij is dat het Tiger Island. En als ik die gewoon bezocht heb, is mijn border weer wat groter. Dat moet dus wel helemaal goed komen. En dat mushroom of dat swamp-eiland ook. Ja, we zijn lekker bezig. We zijn heel lekker bezig. Maar voor nu zijn we weer bij het einde aangekomen van deze video, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n belachelijk leuke video? Maar dat snap ik wel. Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel van deze serie. Heb je het nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu. Spreek je later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Boe.